Hoe heeft het ooit allemaal zo ver kunnen komen? Dat ik volle tassen met post mee moet dragen. Iets wat niemand aan kan. Het is zo zwaar. Waar is het begonnen? Volgens mij was het begonnen bij de lantaarnpaal. Nee. Oh, was het dan begonnen bij die ene boom? Nee. Dan zou het wel die ene keer zijn geweest dat ik cocaïne had gesnoven en een paar Russische hoeren had geneukt terwijl ik daarna katertje lam opgenomen werd in het ziekenhuis. Nee, dat is volgende week pas. Dan was het gewoon aan tafel, na de banjo-week. Jezus Christus. Yo, what up gasten? De Nationale Banjo-week is voorbij, dus dan is hier ook het grote moment dat ik alle prijzen ga versturen. Hier ben ik heel lang mee bezig, vrees ik. Hey, klootzak. Gefeliciteerd. 2. Banjo. Banjo. 3, 4, 5, 6, 7. Gefeliciteerd. Banjo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ik heb nu al echt helemaal geen zin meer om verder te schrijven. Ik heb nu eens... Ik ben de tel kwijt. Ketzooi. Volgens mij heb ik er 16 gehad en deze hele tafel ligt nog vol met spullen. Alle winnaars van de Pokémon Postkaart hebben een bericht ontvangen. Waarom maak ik in godsnaam op deze manier een vlog? Dat is om mijn tijd te combineren en daarnaast nog een keer aan jullie te laten zien dat ik ze ook echt verstuur. Al deze tyfuszooi. Wacht even hoor, check deze trouwens. Ik heb 3 van deze dingen moeten kopen. In totaal ben ik ongeveer 100 euro kwijt aan verzendkosten. De prijzen waren bijvoorbeeld een YouTube shirt, een geweertje, nog een geweertje, glimmende Pokémon kaarten, heel veel Pokémon postkaarten. Ik ga hier pagina's van weggeven, 101 leuke moppen. Hier een voorbeeld van de grap, we kiezen gewoon, mijn vader is een gierigaard. Hoezo? Hij giert altijd van het lachen. Hier is wel leuk. Laten we gewoon beginnen met de allereerste grap. Het gaat over ontdekkingen. En ik weet hoe irritant het is dat ik dit doe met mijn vingers. Dus ik hou hiermee op en ik ga verder schrijven. Veel plezier. Jij hebt een lelijk shirt aan. Hij was van mijn vader toen hij nog leefde. Oh, even kijken. Nee, het ziet er niet uit dat het mijn probleem is. Wat? Waaraan is hij overleden dan? Nou, gedurende zijn leven heeft hij heel veel last gehad van een waterhoofd. Rustig, neem even de tijd. Moet je anders even een slokje water? Waarom zeg je dat? Oké. Nee, maar weet je überhaupt wel waar een waterhoofd vandaan komt? Oh ja, waar komt een waterhoofd dan vandaan? Nou, een waterhoofd komt meestal uit de zee. Ik hou ermee op, man. Dit is te leuk. Je bent zo gemeen. Uiteindelijk is mijn vader verdronken. Hey, hou eens op, man. Straks krijgen we hier nog gewoon wateroverlast. Wateroverlast. Jij hebt ook een waterhoofd. Kijk. Gewoon even de pinguïn getekend. Het is nu al 3:30. Ik ben nog maar een kwartier bezig. Serieus, mijn hand doet gewoon nu al pijn. Normaal kan ik altijd veel meer met mijn rechterhand. Oké, die was te flauw. Ik heb de camera weer aangezet. Mijn hand doet een beetje pijn. Ik heb hier een hele stapel aan banjo postkaarten alvast getekend, gemaakt, gedaan. Geschreven. In ieder geval was de eerste lading. Ik ga nu zo beginnen aan de grotere winnaars. Waar ik helemaal geen zin in heb. Jigglypuff. Wat ik nu allemaal aan het uitkramen ben is net zo onduidelijk als de volgende sketch. Goedemiddag, makker. Hey man, buiten is het 8 graden. En Mauro mag dus blijven? Ajax Feyenoord was gelijk spel geworden. Ja, met mij ook. Dat is mooi. Later. Dat was echt een leuke sketch. Oké. Dit is mijn aantekeningenblaadje. Die ziet niemand hier liggen, oké? Ik ben een rasamateur. Er zijn een paar mensen die net niet een echt grote prijs hebben gewonnen. De allereerste is Mad About Marije. De tweede winnaar is Georgiorp. De derde winnaar is Vivian. De vierde winnaar is Royland. De vijfde winnaar is Daan Eskimo. En de zesde winnaar is Also Saskia. Iedereen krijgt van mij uit deze prijzenstapel sowieso een Pokémon postkaart. Daar doe ik een glimmende Pokémon kaart bij. Oh ja, en natuurlijk een pagina uit dit boekje. Nogmaals een leuke grap. Ik weet niet wat eenzaamheid is. Dat kun je toch opzoeken in het woordenboek? Uit het midden van het boek heb ik nu 6 pagina's eruit gescheurd. Ik leg ze hierbij. Ik heb natuurlijk 2 van deze geweertjes en ik ga ze ook allebei weggeven. En de winnaars van deze 2 geweertjes zijn WTF Arno en The Mr. Brad. Jullie hebben allebei een geweertje gewonnen en een hele vette Pokémon postkaart. Gelukkig heb ik het opgeschreven, anders onthoud ik het nooit. Dan nu de op 1 na grootste prijs van de Nationale Banjo Week. Namelijk de K-pot die ik heb gebruikt in een Telcel video. En de winnaar voor deze K-pot... is geworden
geen smaak. Bedankt voor je hele vette video, geen smaak. De K-pot gaat zeker weten naar jou toe. Er waren twee video's die misschien nog beter waren. Ik ga de keuze bij jullie neerleggen wie de winnaar wordt van de Nationale Banjo Week 2011. Je ziet die twee plaatjes in beeld. En op 10 november ga ik kijken wie van deze twee video's de meeste kijkers heeft. Oftewel, als je echt iemand wil laten winnen, kan je heel vaak die of die video bekijken. Zodat jouw favoriete kanaal ook echt op Banjo Movies komt. Vanaf nu ligt hun lot in jullie handen. Is alleen dat ik niet heb kunnen kiezen, maar ik moest gewoon. Mocht je afvragen hoe hun twee video's eruit zagen, check de beschrijving, daar zet ik een linkje in naar hun video's. En volgens mij was dat alles voor de Nationale Banjo Week. Ik kan deze hele stapel weer gaan versturen. Abonneer op mij, kan hierboven. Geef een groen duimpje. En als je kans wil maken op een van deze drie Pokémon postkaarten, geef dan een groen duimpje en voeg deze toe in je favorieten. Wie weet stuur ik jou volgende week een Pokémon postkaart toe. En straks na een hele hoge banjo zijn er een paar video's klikbaar. Klik lekker door. Oh ja, zo was dat gebeurd. Ik moet deze brengen. What the fuck is dat dan? Wat moet ik doen? Dit kan maar één ding betekenen. Gratis spullen! Je hebt nog steeds een waterhoofd! Hey, hou je bek! Banjo!